Heel ons leven bestaat uit tijd. Als er geen tijd was, dan zouden we eigenlijk gewoon niet kunnen leven, omdat door tijd bepaalde dingen worden geregeld, zoals schooluren, maar ook de dagen worden gecontroleerd door tijd, aanduidingen van het uur, dat heeft allemaal met tijd te maken. Maar tijd duidt ook bepaalde andere dingen aan, mijlpalen bijvoorbeeld. En dat is eigenlijk vandaag waar ik het met jullie over wil hebben. Want er is namelijk iets heel erg speciaals vandaag. Mijn kanaal bestaat vandaag exact 3 jaar. Vandaag exact 3 jaar geleden, op 19 september 2014, plaatste ik mijn eerste video. En die video was eigenlijk helemaal niet zo spectaculair, niet zo goed ineengestoken, niet zo goed uitgedacht. De helft van de tijd klopte het ook niet. Maar ik postte wel mijn eerste video. En sindsdien heb ik eigenlijk echt zoveel meegemaakt in die afgelopen 3 jaar. En dat wil ik gewoon eventjes aan jullie vertellen. Natuurlijk groeien we allemaal op een bepaalde manier. Ontwikkelen we allemaal en worden we allemaal groter. Of gaan we allemaal op een andere manier naar iets kijken. En toen ik 3 jaar geleden aan dit crazy gekke YouTube-avontuur begon, was ik helemaal nog niet zo ontwikkeld over het YouTube-gebeuren, zou ik het even noemen, zoals vandaag de dag. Ik deed het toen echt gewoon, nu nog steeds hoor, maar ik deed het toen echt gewoon puur omdat ik er gewoon echt keiveel zin had om dat altijd te maken, zo'n video's, en gewoon up te loaden en gewoon zodat ik mijn eigen ding, mijn eigen hobby, wat ik zelf heel graag deed, kon ergens plaatsen. En ook dat jullie het konden zien, maar gewoon dat ik het ergens kwijt kon en er niet altijd mee bleef zitten. Maar ik kon het gewoon delen aan iedereen, net zoals ik het altijd wou doen. En ik was toen eigenlijk, als ik er nu op terugkijk, echt nog een klein meisje. Ik zat toen in de derde middelbaar. Ik had nog blokjes toen ik ermee begon. Ik had nog een andere bril. Mijn haar was anders. Mijn stem was anders, ik praatte helemaal anders en ik was gewoon echt iemand helemaal anders. En als ik nu soms die video's terugkijk, dan denk ik, wauw, Floor, je bent echt nog heel hard veranderd in alles wat je doet. In hoe je eruit ziet, in je video's, in je omgaan met het leven, echt in alles. En dat komt deels ook door YouTube. Na ongeveer... 4 maanden behaalde ik de 100 abonnees. En die mijlpaal vond ik echt al crazy. Iedereen begint natuurlijk bij 0. En als je er dan 100 kan halen toen, was voor mij 100 echt nog iets van... Wow, heb ik dit zelf gedaan? Heb ik er al 100? En dan vond ik dat echt crazy. En dan denk ik 5 maanden later of zoiets. Dus na ongeveer... Wat zal ik zeggen... Na 9 maanden of zoiets haalde ik de 1000 abonnees. Dus 9 maanden nadat ik mijn eerste video had geplaatst, haalde ik de 1000. En daar, op dat moment dacht ik... Ik ben zo blij dat ik hiermee ben begonnen. Want eindelijk heb ik gehaald waar ik vanaf het begin naartoe aan het streven was. Nu, mensen met 1000 abonnees zijn dan niet meer zo... Ja, als je 1000 abonnees hebt en je kijkt dit, dan is het echt al super goed gedaan. Maar toen, in die tijd, ook al is het eigenlijk nog maar 3 jaar geleden, was 1000 abonnees echt iets ondenkbaar zelfs. En toen als ik dat haalde, was ik echt door het dolle heen. En in dat jaar, ongeveer een jaar erna, heb ik de 5000 gehaald. Dus tussen de 1000 en de 5000 zit ongeveer maar een jaar tussen. En dat vind ik nog steeds vandaag de dag echt ook heel zot. Want ja, dat zijn er wel 4000 bij op ongeveer een jaar. En dat vond ik heel veel. Maar vanaf de 5000 is het eigenlijk een beetje stilgevallen. Ik heb er nu meer dan een jaar gedaan over er nog 1000 bij te halen. Maar dat lag ook deels aan mezelf, deels ook niet. Want de YouTube community en YouTube zelf is in deze afgelopen jaar echt heel sterk veranderd. Maar eigenlijk vind ik dat ook een beetje positief. Want mijn doel was wel nog altijd om
weer er 1000 bij te halen. Dus in mijn geval de 6000. En nog altijd te blijven gaan. En ik heb dat ook volgehouden en ik heb dat ook gedaan. En het is me uiteindelijk ook gelukt. Wel na meer dan een jaar, maar het is me wel gelukt. En daar ben ik ook nog echt heel erg trots op. Want ik heb denk ik vorige week of 2 weken geleden de 6000 gehaald. En ja, die dag toen als ik dat zag, was ik echt heel blij. Want mijn doel was weer al bereikt. En ik heb ook door YouTube echt van alles meegemaakt. Zowel positief als negatief. Ik heb bijvoorbeeld super leuke samenwerkingen mogen doen. Bijvoorbeeld met HEMA heb ik echt een kettoffe samenwerking gedaan. En ik was dan een back to school vlogger. En dat vond ik echt zot. Want ik was als klein meisje altijd echt een HEMA freak. Ik vond mijn winkel echt geweldig. En als ik toen wist als klein meisje dat ik daar later ooit een samenwerking mee mocht doen, dan ja, dat is toch onvoorstelbaar. En ik heb het gedaan, dus dat is, ja, dat heb ik ook meegemaakt. Natuurlijk heb ik ook wat negatievere dingen ondervonden aan YouTube. Bijvoorbeeld mensen die daar gewoon echt keihard mee uitlachen. Mensen die dat echt niet appreciëren, niet snappen, niet begrijpen ofzo. En dat begrijp ik ook wel, maar ja, ik heb daar al eens een video over gemaakt. En ja, ik vind dat tot de dag van vandaag nog altijd een beetje jammer dat zo'n dingen gebeuren. Maar ja, dat hoort er natuurlijk ook bij. En daar leer je dan ook weer uit hoe je moet gedragen in die situaties. Hoe je daarmee moet omgaan en hoe je gewoon moet doorgaan. En laat zien van, ik doe het, laat mij doen en go. En dan gaat je weer voort. Ik heb natuurlijk ook wel een paar YouTube dipjes en YouTube boosts. Dat ik echt er terug van waar ik voor ging. Of net even dacht, nu even niet meer. Maar de conclusie is dat ik hier vandaag de dag, 3 jaar later, nog altijd zit. Ik doe het nog altijd even graag. De ene dag al wat meer als de andere. Ik vind het nog altijd een crazy rollercoaster van alles. Het is soms een beetje een competitie om video's te maken. Soms is het gewoon ook echt iets waar je heel erg naar uitkijkt om weer een nieuwe video te plaatsen. Maar ik doe het natuurlijk ook voor jullie, omdat jullie dan bezorgd zijn om mij wanneer er een nieuwe video gaat komen of alles nog oké is. Jullie lieve comments, mensen die altijd reageren, lieve berichtjes op Snapchat, op Instagram, overal. En daar krijg ik dan zo, ja, dan word ik daar ook gewoon zo gelukkig van. En ik ben er 100% zeker van dat als ik hier niet aan was begonnen, dat mijn leven er totaal anders had uitgezien. En ik ben er eigenlijk belangen aan niet zeker van dat dat in de positieve zin is, dat het er beter zou uitzien dan het nu is. Als laatste wil ik jullie nog heel erg bedanken voor die afgelopen 3 jaar. De mensen die er altijd zijn gebleven, mensen die gekomen zijn, maar ook weer gegaan zijn. Mensen die er weer bij komen, die berichten sturen, lieve comments achterlaten, altijd duimpjes omhoog geven, altijd weer mijn nieuwe video kijken. En ik wil gewoon nog eens een hele grote dankjewel zeggen aan jullie. En ik zie jullie heel graag snel weer. Dag!